Uw aandacht voor een bekendmaking van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij betreft de jaarlijkse inspectie vissersvaartuigen en visstuigen. Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij maakt hierbij bekend dat de jaarlijkse inspectie van vissersvaartuigen en visstuigen door het Onderdirectoraat Visserij reeds is aangevangen in Paramaribo, Wanica en Commewijne op de diverse aanlandingsplaatsen. In Saramacca en Coroni vinden de inspecties plaats op 13 februari en in Ikeri op 14 en 15 februari 2019. Gelieve uw vissersvaartuigen compleet met vistuig ter inspectie aan te bieden aan de controleurs van het onderdirectoraat visserij. Dit geldt voor alle type boten, inclusief trollers met hun vistuig. Paramaribo 4 februari 2019. De waarnemend directeur van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Deepak Jairam.